Kunstenaar en kenner van de Chinese cultuur Paul Wui heeft gisteren een lezing gehouden in Tori Oso. Tijdens de lezing ging Wui in op de gebruiken die de Chinezen naar Suriname hebben gebracht en op welke wijze deze zijn geïntegreerd in de Surinaamse cultuur. Hij nam het jaar 1853 als uitgangspunt. Zo zag de Chinese contractant eruit, niet alleen naar Suriname, maar ook naar over de hele wereld. We praten over die periode en wat zag hij in Paramaribo? Hij zag de die slaaphandel, ja hier, van Benoit. Je ziet een moeder, twee kinderen, die worden ten koop aangeboden. En dit moet langs de waterkant zijn. Zij geeft een glas liqueur, whatever, aan een gast. En ik weet niet wat dit allemaal betekent, met wandelstokken. En hier zijn die varkens en andere dieren. Dus die dieren samen met dit, de mensen worden gewoon doorverkocht naar een andere plantage. In de Caribische wereld, en Guyana en Cayenne, Afrans-Guyana, is er een heel bekende gezegde. Als de koloniaal boos is op een slaaf, dan zegt hij, ik stuur je naar Suriname. Dat is de grootste straf die je kan krijgen als slaaf. Dus kunnen we ons indenken hoe onmenselijk de behandeling hier is in Suriname. Het is ook gebeurd met de Chinezen. Wui benadrukte dat niet alleen de slaven een onmenselijke behandeling hebben gekregen van de kolonisten, ook de Chinezen moesten veel ontberen. Europa die heeft in de nieuwe wereld, Cuba, dat is van Spanje en Jamaica, dat die Engelsen, die hadden die suikerriet meegenomen. Suriname had er dan de hele kuststrook alle bomen weggehaald. Dus dat was helemaal plat, dus kon je makkelijk plantage aanleggen. En een van ze is een koffie, cacao geweest en later suiker. Maar suiker was zo duur en het werd zo weinig verbouwd dat die Spaanse mensen uit Spanje die Cuba had op het idee bracht, we gaan suiker daar planten. Dus Cuba is nog steeds een van de grootste producenten van suiker. Paul Wui gisteren tijdens een lezing over Chinese gebruiken die naar Suriname zijn gebracht en hoe ze zijn geïntegreerd in de Surinaamse samenleving.